Het jachtseizoen wordt mede mogelijk gemaakt door Google Pixel. En door Arup. Ik ben op de vlucht voor een YouTube-programma. Nee? Oh. Ja, dit is heel dom. We hebben hem. Oh, nee, nee. Nee, wacht, dat zijn ze, dat zijn ze. Ja, ja, ja. Meldkamer voor alle stations. Gevangene arriveert met enkele minuten op de terminal in Moerdijk. Hier volgt een overdracht aan Team Stuk over. Ik ben Pieter Velli en je zou me kunnen kennen van mijn TikToks en mijn Instagram-filmpjes en typetjes. Ik heb er heel veel zin in. Ik zou zeggen, Stukje TV, kom maar op. Ik laat jullie een poepje ruiken en jullie zullen zien wat ik in petto heb vandaag. Giel, Thomas en Stefan openen iedere week de jacht op een nieuwe bekende uitdager. Ik ben enigszins voorbereid, dus die boys van Stukje TV gaan het nog lastig krijgen. Kies de boef voor de classic jacht van 4 uur of voor de hardcore editie van 2 uur. Dit is het jachtseizoen. Hey boys. Pietertje Valley. Stukje TV. Pietertje. Welkom bij het jachtseizoen. Dankjewel jongens. Welk typetje speel jij vandaag? De winnaar. Oké. En hoe denk je dat dat dan gaat doen? Dat gaat jullie niks aan. Dat gaan jullie allemaal meemaken. Oké, duidelijk. Welke versie wil je vandaag spelen? De classic versie of de hardcore editie? Noem maar hardcore. Hardcore? Ja. Oké, dapper. Dat betekent dat alle tijd door de helft gaat. Je krijgt van ons 10 minuten voorsprong en daarna komen wij meteen in actie. Lukt het jou om 2 uur lang uit onze hand te blijven? Staken wij de jacht, heb je gewonnen. Maar lukt dat niet, Pietertje, dan ga je alsnog naar de cel. Ik hoor jullie. Dan gaan die handboeien maar afdoen. Ja. Heb je dat gezien daar? Mag gaan? Ja. Even kijken. The game is on. Kijk daar, hij gaat naar het water. Nu jongens. Hey. Nee. Oh, daar komen ze. Nee. Heerlijk. Gevoelbit. Hallo. TikToker Pieter Valley is los. En laat meteen zien dat hij geen half werk gaat maken van deze hardcore editie. En je kan dit niet maken. Doei jongens. Yes, en als je dan je prooi weg ziet jakkeren in een bloedsnelle boot, worden dat 10 hele lange minuten. Maar ja, na die minuten moet hij wel dit zelfgeregelde voertuig uit. Of stapt deze TikTok-gigant gewoon over in die tweede boot. Dit is een lekker begin zo, hè? Mooi start. Even een paar meters maken. Als je op de vlucht bent, dan moet je soms wegen pakken die je niet met de auto kan pakken. Zoals dit. Zij moeten een lekker stukje omrijden. Dat zou je denken. Maar de bus van de mannen zit vol high-tech equipment en communicatiemiddelen. Komt nog eens bij dat ze in deze hardcore versie om de 5 minuten Pieters GPS-locatie krijgen. En dat is dan weer verdomd handig bij het plannen van de snelste route. Oké, Pieter is vertrokken. Hij zit hier in een havengebied. Naar de andere kant rijden is wel een half uur, hè? We hebben nog 5 minuten. Gaan klaarzetten, jongens. Ja. Kom op. We hebben nog een beetje zin in, jongens. Ja, zeker. Goed zo. Hé hey jongens, jullie moeten nog 5 minuten wachten. In deze 5 minuten ben ik al heel ver van jullie verwijderd. Ik krijg zelfs een beetje een schuldgevoel. Weet je wat het ook is? Soms moet je die haven uit. Elk mens is eigenlijk een boot. Ga uit die comfortzone. Ga op die golven en dan leef je leven rijk. Tuurlijk heb je soms golven in het leven. Maar die lifecoach. Goed verhaal. Maar je bent niet de eerste lifecoach die achter de tralies verdwijnt. Zonder telefoon en geld is het al lastig vluchten, maar op het water zijn er ook vrij weinig openbare gebouwen waar je naar binnen mag. Dus hoe ga je dan verdwijnen? Nou, ik zie hem! Ik zie hem, kijk! Hup! Kijk! Pieter! Pieter! Oh ja, vet ouwe. En dan, kijk, hup! Kijk hoe ver het is, helemaal daar! Super handig die functie! Maar het lijkt me toch dat je die liever niet nodig hebt op deze vlucht. De beste move is een move die je in de kraag kunt vatten. En daar hebben jullie vandaag bijzonder weinig tijd voor. En om het nog erger te maken, Pieter heeft met die razendsnelle boot een vette voorsprong genomen van dik 30 minuten. En laat zich meteen afzetten bij zijn manager. Hashtag zo benieuwd hoe die bom valt in de bus. Hey Pieter! Alles goed? Ja, met jou? Stik gaat jou sowieso voorspellen dat je naar Rotterdam gaat, naar de binnenstad. Dat denk ik ook. Ja, ik ga eerst nog even lekker tijd trekken overal en ergens. En dan de laatste half uur, drie kwartier lekker die stad in. Ga ze gek maken. Oké, we zijn vertrokken, boys! Hij is in Zwijndrecht, Giel. Zwijn, zo, dat is ver. Dat is voor ons fucking ver. 30 minuten is dat. Ze denken dat ze echte hunters zijn, maar eigenlijk zijn er nou gewoon 3 hobbyisten met een YouTube-kanaal. Wat wel lekker gaat, moet ik ze wel meegeven. Dit gaan ze niet winnen. Oh, we gaan er een YouTube versus TikTok-strijd van maken.
dan ben ik benieuwd hoeveel volgertjes van jou al een rijbewijs hebben. Al zegt dat niet alles, want onze hobbyhunters kunnen wel rijden, maar niet de uitgang vinden. Dus dat begint lekker. Hoe gaan we hier eruit, jongens? Nou, wat ga jij doen? Hallo! We moeten eruit! Het kost echt tijd, hè, dit matklappers. Pinnen, doe maar! Au! Ja, au! Yeah. Jongens! Misschien dat ik wel even een typetje ga verzinnen over een Giel Bielijk. Of Stuk TV Bielijk. Nee! Hij rijdt daar! Nee! Ja, funny 'cause it's true, zouden de Engelsen zeggen. Dan mag je er best nog eens een schepje bovenop doen, hoor. Want die mannen hebben jou vrijgelaten en zichzelf opgesloten. Doe brafport open! Dit verzin je toch niet, hè? Doe brafport! Ja, 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 ja! Hij is open! Ja, 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 instappen, ja, 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 instappen! Ja. Wat een fucking stress. Wat een kut, sorry. Neem anders even een watertje, mannen. Iets met een rustgevend geurtje. Zodat je tegelijkertijd kalmeert en hydrateert. Want Pieter V. is hem ook lekker aan het chillen, hoor. Pieter Valley in de club, kom, we gaan beginnen. Hij kan goed rappen, deze kerel. Die goede stem. Draai met je boenda. Draai met je boenda. Je is zo. Hij staat op boenda. Reisoord. Op de snelweg. Nou, ja, de snelweg. Ja, in Rotterdam. Navigeer hem alsjeblieft. Ik denk 25 minuten naar zijn laatste locatie. Dat is flink, hoor. Is het dan wijs om gewoon lekker die stroming mee te pakken naar Rotterdam? Nee, hè? Ga ik nog niet doen. Pak hem hier dan. Ja. Als je hardcore speelt, moet je niet meteen je eindbestemming weggeven. Dus Pieter wil zo snel mogelijk een lift vinden die wegrijdt van Rotterdam. Al is snel niet echt nodig, want blijkbaar betekent hardcore voor de mannen van Stuk. Doe maar rustig aan en geniet ervan. Kijk, schaapjes. Schapen. Hou je van schapen? Ik vind koeien leuker. Geiten. Waarom vind je koeien leuk? Ja, waarom dan? Dat ze memmen hebben. Amigo. Hey, ik spreek je. Dankjewel, maat. Kan ik een stukje meerijden? Ja, 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 ja. Ja, bij de tankstation. Oké, top. Tweede lift gefixt. Maar hij is er af. Hij is er af. Hij is er af. Hij is er af. Hij staat hier bij een tankstation in de buurt. Ja, hier, tankstationnetje. Ja, got it. 18 minuten. We lopen in. Zou je denken? Pieter heeft zijn lange lijf al lang weer in een nieuwe auto gevouwen. En lijkt zich momenteel bezig te houden met hele andere zaken. Oké, okay, nou ja, hij heet Boenda en dan komt hij al zijn bovenaan, want het is echt ja, het is eigenlijk een wereldhit. Kijk, hij ging 5 keer platinum, 8 keer goud. Dit hoor je op Ultra Miami en zo. Mag je iets harder? Pieter Valley in de club, kom, we gaan beginnen. Het zijn Nederlanders. Komt-ie. Shari, 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 dat is een lokroep. 23 minuten voor ons. De kans is heel groot dat hij Rotterdam Centrum ingaat. Dan wordt het echt heel erg pittig. Zeker als je de hardcore versie speelt, waar je maar 2 uur hebt. Op zich gaan hardcore en Rotterdam juist heel goed samen. Maar deze boef heeft geen kale kop en zijn tracks zitten ook vrij laag in de BPM. Dus ja, dit wordt een hel vol stoplichten en files. Tenzij jullie hem daarvoor al kunnen grijpen. Ze hebben nu mijn locatie. Maar goed, prima. Oeh, we lopen heel erg in één keer. 12 minuten nog maar. Boom, lekker. Dat is de laatste loka. Jongens, hoeveel kilometer voorsprong heeft Pieter op ons? Hij heeft 8 kilometer voorsprong. Oeh, vind ik veel. Dat is het ook, als je maar 2 uur de tijd hebt. En het erge is, Pieter krijgt deze afstand nu ook al door. Want hij is al een 30 minuten onderweg. En in deze editie gaat alles door de helft. Ook de update-tijd. Hey, Team Stuk is 8 kilometer van je verwijderd. Ja, goed nieuws voor Pieter. Helemaal als je je beseft dat hij nu net de drukke omgeving van Rotterdam inrijdt. Want dat is natuurlijk de nachtmerrie voor zijn 3 achtervolgers. Ja, oké, okay, super bedankt, hè. Oké. Okay. Hebben jullie een auto? Even kijken. We hebben een nieuwe locatie. Ja, dit gaat goed. Wij gaan er omhangen. Hij komt. Ja, dit gaat goed. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Hoe komen we hier zo snel mogelijk? Deze meneer. Meneer. Mag ik misschien een klein stukje meerijden met u? Ik ben op de vlucht van een YouTube-programma. Nee? Oh. Volgende auto. Oh. Shit! We hebben een nieuwe locatie. Hij is bij een sportveld. Hij gaat toch niet echt een helikopter pakken in Rotterdam Centrum? En dan weet ik waar je naartoe gaat. Deze man gaat een helikopter pakken. Ja, vlieg je naar Zeeland, naar de onderkant. Ja, dan zijn we fucked. Over het kanaal. Dan kan je mij gewoon gelijk naar Muiden brengen, hoor. Meneer, mag ik een lift? Voor een klein stukje. Super, super. Wil je over de brug naar de brug? Ja, doe maar. Als het maar binnen 10 minuten kan. Nou, dit wordt Janke.nl. Ik zag dat Janke.nl bezet is, ja? De website. Maar dat die nog wel onder construction is. Dus voor de mensen die die website niet afmaken, stuur hem even naar ons toe. Want wij willen hem graag hebben, want dat past wel bij ons namelijk. Janke.nl. Hallo, niet zo te janken. Janke.nl. Je hoort het. Ben jij om te janken.nl? Laat het even weten via de comments. Of stuur eerst even een DM naar Pieter.
Want die grijpt alles aan om de stukjes uit elkaar te laten brokkelen van ellende. Daar is een vriend op de rug. Ja. Daar kan ik je net overheen zetten. Ja. Denk ik dat ik dat haal. Ja, dat is het beste. Als u mij gewoon ergens kan afzetten bij die brug. Van Brienenoordbrug, daar is hij. 12 minuten weer. Shit! Hij doet nu elke keer 2 piepjes en dan gaat hij de andere kant op. Zie je, ik zie een patroon. Nou, ik laat hem even zinken. Oké, is goed. Wel ja, joh. Neem rustig de tijd. Het is niet alsof we de hardcore versie spelen of zo. Oh, toch wel. Kom op zeg, gooi even een pepercapsule in die drinkfles, want dit schiet niet op zo. Pieter gaat als een jekko en lijkt in een editie met half zoveel tijd juist met alles wat hij doet zijn voorsprong te verdubbelen. Pietertje Positivo is niet te stoppen. Hey meneer, super bedankt. Oké. Next one. Kun je mij een lift geven? Topper. Geen probleem, alleen mijn zoontje die komt eraan. Ik moet gaan. Wacht, daarom. Hey, super bedankt, even goed. Man. Nou, we lopen nu uit. Kom op, rijden meneer. Wilt u alsjeblieft even doorrijden? Topper. Oh, ja, met die wel hotzak. Maakt niet uit. Hé, wat lief. Waarom heen? Ken je een stukje de snelweg op? Ja. Super. Wow, hij is mega ver weg. Capelle aan IJssel. Hoe lang is dat rijden? Hij gaat nu weer een nieuwe lift geven. 12. 12, exact daar. Ja. Mijn vriendin, die staat achter. En die zei, neem me mee. Die vriendin rijdt nu de hele tijd ons achteraan. Ja. Nou, dan pak ik die als volgende. Oh ja, dat kan natuurlijk. Ja. Het geluk lacht Pieter toe. En zijn chauffeur heeft ook een geweldige glimlach. Kortom, de bus van de mannen is zo'n beetje de enige plek waar het plezier, net als de boef, ver te zoeken is. Links, rechts? Links. Ja, rotonde over en dan... Links. Jongens, maar je zet gewoon die navigatie. Ja, ik heb hem aan, maar het is moeilijk te zien. Hier rechts aanhouden. Ja, rechts en dan snelweg op, ja. Stuk TV ken je toch? Ja. Ja, ze heten nu Stucky Boys of Stucky TV. Stucky Boys klinkt wat mannelijker, zeiden ze, wat stoerder. Je neemt mij in de zijkant. Nee, Stucky Boys. Dat is, het staat ook op mijn Instagram volgens mij. Oh, hij zit heel dichtbij. Ja, hij zit echt... Ja, we zitten heel dichtbij. Je moet alleen maar rechtdoor. We zitten achter hem. Lekker jongens. 6 minuten. Heeft hij het even moeilijk gehad? Yes, hij heeft hij 6 minuten staan treuzelen? Ja, als hij nu nog meer pech gaat krijgen, dan hebben we... Ja, dan hebben we hem, ja. Kijk, er schijnt weer een sprankeltje zon in de bus. De hoop is terug, dus zet deze edit maar in hyperdrive, want Team Stuk gaat helemaal los! Wel een beetje tempo erin, Gilos. Laat die jongen even rustig een drankje drinken, hè. Ja, en dan zelf ook een drankje nemen. Ik zit niet achter de stuur. Ja. Nou, dan neem ik er ook een. Oh, deze kan is hij veel, veel kouder, dan blijft hij echt lekker koud. Super fijn. En je kunt water ook nog een geurtje geven. Maar als jullie zo chill blijven doen, dan wordt dat niet de geur van de overwinning. Terwijl Pieter de winst al kan ruiken. Maar ja, die heeft dan ook geen grote fles, maar een grote neus voor een goede lift. Volgens mij zijn zij ook van de snelweg al lang afgezeild. Kijk, ze gaan locatie delen. Stop. Pieter is nu al een uur op de vlucht. Normaal gesproken heeft hij dan nog 3 uur te gaan. Maar hij wil de hardcore. Dus gaat alle tijd door de helft. En krijgt hij nu ook de locatie door van Team Stuk. Laatste uur, jongens. De afstand? 2,5 maar. 2,5? 2,5 maar. Hij zit op deze weg. Team Stuk is 2,5 kilometer van je verwijderd. Niks aan de hand. Gewoon overstappen en heel snel die snelweg pakken. Hey, Jamie, super bedankt. Ja. Toppetje. Oké. Dag vriendin van Jamie. Hallo. Achterin. Snelweg, ja. Oké, hoe lang mag je erin? 10 minuten. En Stuk TV die is 2,5 kilometer verwijderd. Oh, dat is niet ver. Nee. Oh, dat is wel de politieauto. Die zit te kijken, wat zijn jullie aan het doen? Ik wil niet. Oh, ze maken foto's van ons, kijk. Ze mij zo goed te lachen. Doei. Oké, focus. Rechtdoor. Hij rijdt op die ijs. Is bij de volgende kruising, is hij gek hier. Top dat we nu de snelweg pakken. En dan zo ver mogelijk bij een tankstation. En dan eigenlijk weer meteen omkeren. Want ik ga mezelf echt niet laten pakken. 4 minuten. 4 fucking minuten. Ja, 4. Let op die auto's die tegemoet komen. Misschien gaat hij wel gewoon terug. Oké, let op. Dus dan ga je pakken. Oh, was dat hem? Nee, hè? Nee, was het of niet wel? Toch? Nee, die zat niet voorin, toch? Ga je niet voorin zitten? Nee, die zat heel rustig voorin, deze persoon. Ja. Het zou... Ze weten weer mijn locatie, prima, mogen ze weten. Oh, nee, hij zit niet snel weg. Hij is maar 3 minuten bij ons vandaan. 3, gast. Rij, Giel. Vamos, vloep, links, torre. Hup. Nou, die jongens zullen nou wel zeggen... Nee, hij is er snelweg omgegaan. Nee. Ik zei het toch. De eerstvolgende eraf. Gouda. Eraf. Ja. Oh, jongens, we hebben echt helemaal niet lang meer, hè? Nog 50 minuten, gek. Dan moet ik je ergens in de wijk afzetten.
Ja, kijk, dus weten wij een locatie weer. Dat is top. Oh, oké, doe maar bij de Shell, doe maar bij de Shell. En dan pak ik hier weer een auto en dan duiken we gewoon weer de snelweg op. 6 minuten maar. Zes minuten, dat is netjes. Nu gaat hij sowieso een nieuwe lift regelen, ben je met me eens? Ja. Grote kans dat hij teruggaat. Ja, nou, dat zou top zijn. Rijden maar achteraan. Dit gaat goed. Dit gaat zeker goed. Tussen Pieter en de bus lag nog niet zo lang geleden een vallei van tijd. Maar van het half uur is er weinig meer over. En in de drukte rond Rotterdam wordt hij niet groter, maar kleiner. Hey Sammy, super bedankt. Heel veel succes. Dankjewel. Hey, rij voorzichtig. Doei, doei. Ja, die golf. Meneer, kunt u mij misschien een kleine rit geven, een lift? Oké, super. Ja? Ja, het zou mooi zijn via de snelweg richting Rotterdam-Den Haag. Ja, ik zou zeggen geen afslag. Hey, hoeveel minuten nog nieuwe locatie? 1 minuut. Laat een gok nemen. Dan gaan we bij Gouden eraf. Kan je hier wel weer erop dan? Nee, we moeten eraf dan. Hij kan er niet op. We moeten eraf. Maar het is ideaal als wij nu bijvoorbeeld al snelweg reden en ze kregen die melding, dan weten ze ook van oké, hij rijdt weer terug. Maar nu denken ze waarschijnlijk, oh, hij staat te kutten. Hij zit in de puree, jongens. We moeten erheen. Waar dan? Hij zit daarin. Hij zat daarin. Oh, hij is hier nog. Hij is hier fucking in mij. Oh, rechtsaf. Toch rechtsaf, ja, sowieso. Rechtsaf. Holy shit. Ja, ik heb gewoon... Hij kan geen lift. Check deze auto's. Hij staat hier aan de rechterkant, hè. Hij staat voor rechtdoor. Hij staat bij die stoplichten daar. Oké, daar zijn ze. Oké. Shit. Fuck, maar hij zit al nu in een auto. Check die auto's daar. Daar zou ik in kunnen zitten. Oh, man. Daar zijn ze. Hij zit daar. Hier, deze. Hier. Dit is top. Kijk, daar staan ze. Zit hierin? Nee, kut. Nee, ze zagen ons niet. Nee, Giel staat wel te kijken. Nee. Hij heeft ons niet gezien. Top. Holy shit. Oh, hoe kunnen we gemist hebben? We zitten erg in de buurt. Fucking dichtbij, ja. Hij staat op hetzelfde kruispunt, man. Dan gaan we de snelweg op. Ja. Oké, dit is wel wat spannender dan ik had gedacht. Nou, boys, het is tijd voor die offline knop. 1, 2, 3, 4, 5. Hoppakee, offline. Eén blik op de bus en Pietertje Positivo verandert in Pietertje Paniek. Door de offline heeft hij nu 5 minuten om tot rust te komen. Nee! Gaas. We zijn offline! Nou, hij heeft ons gezien. Ja, dan heeft hij ons ontzettend gezien. Toch gezien? We zaten op hetzelfde kruispunt, man. Ja, maar we zijn al even weg daar. Ja, dan moet je gaan maar... Dan moet hij hier rechts. Nee, want dan komt hij daar vandaan, toch? Ach, we gaan nu offline, in onze draai. Ja, dan is hij die kant op. Dan is hij die kant op, toch? Kutzo, draai maar weer om. Kijk, het mooiste is even... Waar moet jij? Naar een afrit. Oké, ja, pak maar de volgende tankstation. Utrecht de stop. Ze denken dat ik naar Rotterdam ga. Oriënteer wel even waar we zitten. Daar is de snelweg richting Utrecht. Ja. Laten we hier maar uitstappen. Ja. Hey, super bedankt, meneer. Meneer, vraagje. Ik doe mee met het programma. Stuk TV. Oh. Ja, dankjewel, meneer. Hebben jullie een auto? Ja. Mag ik een lift? Ja, maar je bent niet de bekende Nederlander. Ik maak TikToks. Ja, die is pijnlijk, dankjewel. Oké, let op, hij kan zo. Ja, hij kan hier, hij kan hier ergens zijn, maar... Hij is al weg, man, denk ik. We gaan hier draaien, jongens. Gaan we richting snelweg? Goed, ja, zeker. Ja, dan gaan we richting snelweg. Dan moeten we straks toch heen, waarschijnlijk. Ah! Oké, snel! Ze komen elk moment. Oké, als we kunnen... Snelweg. Doe maar richting Zoetermeer. Wil je ijsje? Nou, mag ik een hapje? Natuurlijk, en neem maar. Wat lekker. Je maakt maar op, ik hoef niet meer. Oh, ook nog, 2 ijsjes. Even een verkoeling. Oh, heerlijk. Ja, dit was de auto die ik nodig had. Geniet er maar van, want de bus is inmiddels weer volledig operationeel. En dat betekent dat je het flink heet gaat krijgen. Jouw paniek geeft de mannen power. Oh, what the fuck, ouwe? Hij is terug. Hij komt dus tegemoet. Dan moeten we niet wachten. Nee, rechtdoor. Rechtdoor. We zitten zo vlak achter hem, maat. Net voor hem. Gooi anders even je raam open. Als je ergens een laffe beat hoort met Rijmelarij van Likmevessie, dan heb je hem zo te pakken. Kom in de club met de kraag omhoog. Lekker nummer toch? Vooral deze. Aangenaam. Hey, Pieter. Pieter Velli ben ik. Hij staat in een van die auto's die je hier voor je ziet, Giel. Oh nee, wacht, dat zijn ze. Het zou wel mooi zijn als we precies in elkaars armen vliegen. Gewoon een beetje geluk. Dat waren ze. Nee, dat waren ze. Shit. Oh, jezus. Waar gaan we naartoe? Ja, ik denk maar gewoon rechtdoor, maat. Holy shit. We gaan naar rechts. Ja, echt? Ja. Oh. Zo. Die auto die ertussen reed, die heeft echt ons geholpen. En kijk, nu gaan zij eraf. Dat denk jij. Maar de onderbuik van de mannen slaat halverwege de uitvoegstrook op hol. En zo zitten ze alsnog vlak achter hun prooi.
Dit is heel spannend, of wij de goede afslag hebben of niet. Maar zij gaan er nu af. Oh, wat spannend dit. Doe maar de eerstvolgende tankstation. Eerst op de afslag, die komt, Giel. Ga hem af. Zeven. Ik ga de afstand binnenhouden. Nou, ik zweer het je, kilometertje. Twee man. Nou, dat hoop ik, ja. Twee kilometer man. Echt hopen dat we goed gegokt hebben. Ja, ik denk het wel. Nou, sowieso zit. Ik denk dat die fucking dichtbij is ergens, ouwe. Dat denk ik echt. Kijk, ze krijgen onze locatie weer. Oké, ja, zo snel mogelijk. De eerstvolgende. Hij zit voor ons! Rechtdoor! Ja! Ja! Lekker! Ja, goed! We zitten goed! We zitten heel dichtbij. Inhalen! Je moet gewoon planken nu. Nu kunnen we hem pakken. Kijk, dit willen we zien. Drie mannen die klaar zitten om een boef vol op zijn boenda te klappen. Maar Pieter krijgt deze afstand nu ook door. Even kijken hoor. Het jachtseizoen. Teamstuk is 2 kilometer? 2 kilometer van je verwijderd. Dat is veel. Maar jongens, ja. Daar komt die tankstation als ik het goed heb. Ja, hier komt de afslag. Zullen we daar gaat hij eraf. Ja, Blijswijk, hè? Ja, als we hier eraf kunnen, helemaal top. Succes! Ja, hey, dankjewel. En rij voorzichtig. Ja, ik denk dat het best goed de kans is dat hij hier gaat wisselen, toch? Hier rechts. Het zou toch wat zijn als je mis lopen, hè? Het zou toch wat zijn. Hé, hey, mogen wij een lift? Ja. Oké, super. Super. Ja. Jongens, jullie zijn helden. Het mooiste die kant op. In ieder geval geen snelweg, maar zo'n rijksweg. Zo'n provinciaal of zo. Hoe zit ze dichtbij dan? 2 kilometer. Oh nee. Ja joh, niet normaal. Maak er maar gerust 200 meter van. Of zoals je innerlijke lifecoach zou zeggen, dit was echt een onwijs geluksmomentje. We gaan binnen straks. Zou hij hier nog zijn? Nee, hij is al door. Okay, moeten we dan weer naar de snelweg? Nee, we kunnen rechtdoor. Kunnen we rechtdoor, sneller. Kijk, ze krijgen mij ook. Terug, je moet keren, hij is hier. Hij is vet dichtbij, gek. Ja, hij is vet dichtbij. Hij staat vet dichtbij, gek. Mooi, hij speelt goed, hè, maar wij zitten in de buurt. Wij zitten in de buurt, jongen. We hadden wel een goede call gemaakt dat we hier eraf gingen. Dat is gewoon goed, dat is gewoon rekenen, jongens. Ja, ik denk dat hij platteland in gaat. Dat hij gewoon de finale ons wil uitlachen. Dat hij even een stukje wil rennen met ons. Ja, want hier achter zit snelweg, hè? Ja, naar Rotterdam. Dan wil ik die pakken naar Rotterdam. En dan ga ik lekker in het centrum lekker spelen met die jongens. Ze heten nu Stukkie Boys, onze stoerder. Hij gaat dat doen. Op het platteland gaat hij ons uitdagen voor een stukje rennen. Ja, dat kan niet. Hij is gek. Nee, hij gaat doorrijden. Hij wil winnen. En die jongen daar, wacht. Hallo! Hey, kunnen jullie mij een lift geven misschien? Ja. Ja, 10 minuten moet ik in de auto. Oké, top. 10 minuten moeten we rijden. 10 minuten rijden. Ja, ze zijn dichtbij. We moeten gaan. Jezus, we zitten zo bovenop. Ja, niet normaal, hè? Echt alleen maar goed gegooid. Ja, we spelen echt goed en toch zien we hem niet. Oké, die jongens komen. Pieter, ga erin. Ja. Oké. Rij voorzichtig. Oké, rij maar 10 minuten rijden. In Hazerswoude dorp pakt hij nog 1 tractor en is hij klaar. Ja, toch? Ja. Dat gaat hij doen, ja. Heren, nog 5 minuten in deze auto. En zij weten nu onze locatie, dus pak maar lekker een zijweg. Hij is er voor ons. Oh. Hij gaat niet snel, hè? Helemaal niet snel. Dan is hij gewisseld. Hij moet nog een kwartier. Hij moet nog een keer overstappen. Kom op, Gappicciolo. Rijden met die kar. De laatste lift scoren. Om naar die overwinning. En dan ook nog de hardcore. De volgende keer wil ik wel meedoen dat ze om de 2,5 minuut mijn locatie mogen weten. Is hij rechtdoor of rechts gegaan? Rechtdoor. Denken we tenminste. Ja. Dat weten we eigenlijk niet. Nee, nou fijn. Ja, rechtdoor. Althans denken we. Weet ik eigenlijk niet. Natuurlijk is hij rechtdoor. Het ging echt van zeker naar niet zeker. Ja, geen steek tv. Hey. Oké. Oké. Hey, dankjewel, toppers. Meneer, ik ben op de vlucht voor een paar jagers, voor een programma. Mag ik misschien een kleine lift? Oké. Dag mevrouw. Ik ben op de vlucht voor een paar jagers. Mag ik misschien een kleine lift? Oké, maakt niet uit. Uh-oh, ze krijgen mijn locatie. Shit. Rechtdoor! Hij zit in die woonwijk hier! Hij zit bij de sportvereniging. Rechtdoor, ja. Hij zit koulo dichtbij. Dit is heel dom. Ja, dit is heel dom. We hebben hem. Nee, shit. Auto. Shit. Het zal toch niet, hè? Moet ik hierin? Ja, hier rechts. Hier. Hier, auto. Hier komt er, zit hij in! Nee. Jezus, wat een paniekzaaier. Sorry, dat dacht ik. Dat kan niet anders. Rechtdoor. Meneer, heeft u een auto? Wilt u mij een lift geven? Shit. Maar we gaan toch geen woonwijk in nu nog? Jawel, hij doet dat wel. Wacht even, je moet er goed navigeren. Godverdomme. Ik kan niet links. Waar hadden we het doorgemoeten? Nee, ik was afgesloten.
Maar we zijn hem nu alweer kwijt. Nee, nee, hij heeft het, hij heeft het ook ellende hier. Zullen we die groen aanhouden? Kunnen we het er met z'n tweeën? Achterin met z'n tweeën. Oké, in ieder geval, zo snel. Hoe lang moet je nog uit de handen blijven? Tankstation. Naar de tankstation. Ja? Hoe lang hebben jullie nog? Nog 8 minuten. Ik dacht, het zal toch niet. Zelf even trillen, joh. Nee, nee, jongens. Nee, nee, ga rechts, ga rechts, ga rechts. Oh, hier zit hij in, denk ik. Nee, nee, toch niet. Hier, hij is gelachen. Ja, 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 daar zit hij in, hoor. Hij zit er, nee. Daar zit hij in, nee, nee, maar nee. Ze zat te lachen. Ja, maar zij zat er niet in, volgens mij. Kut, ja, die hebben we kwijt. Ze liepen te lachen. Rechtdoor, rechtdoor, rechtdoor. Hou ze in de gaten, hou ze in de gaten. Rechtdoor links, rechtdoor links. Echt, oh, ja, deze bakfiets is echt... Ja, bakfiets. Nee, bakfietsen hebben voorrang, altijd. Zo denken ze. Oké, okay, links. Ja, oké, okay, top. Zagen ze ons, of niet? Nee, 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 nee. Oké, okay, dit is goed, dit is goed, dit is goed. Oké, okay. rechts. Oh, stop. Maar ik denk dat hij daar achterin zat. Nee, tuurlijk niet. Dan gaan ze toch niet, dan gaan ze toch niet zo opvallend lachen. Ja, omdat hij toch laatste lift is. Hij hoeft er niet uit. Die deur zit op slot, toch? Oké, okay, blijf rechtdoor. Holy shit, het wordt nog spannend. Nog 7 minuten. Oké, okay, gas. Oké, okay, links. En wat zullen we bij de rotonde doen? Die grapjes, daar rijden ze! Dat zijn die motherfuckers! Ja, ja, daar rijden ze. Oké, okay, oké. Okay. Hou dit gewoon aan. Tina, ja, links! Hij zit erin, man! Ja, hij zit erin. Hij zit met een zwaailicht aan, alles. Ja, grapje, Tjulo. Ja, dat kan niet anders. Ja, hij zit daarin. Ja, hij zit daarin. Kan niet anders. Kut! Kutzooi, kunnen er nog bij. Nee, die witte bus. Hij zit hierin, in een van deze twee hier. Kijk, wij worden gefilmd. Ja, hij zit bijna... Ja, hij zit hierin. Oh, man. Kijk, die bus. Dit is top. Ja, hij zit in een van deze twee. Hij zit in het witte busje, volgens mij. Weet je het zeker? Ja, 100% locatie was daar. Ja, ja, ze hebben nu mijn locatie, dus ze weten 100% dat ik hier rijd. Dat is mijn laatste redmil, die witte bus en jij. Kijk, oh, shit. Die groene staat stil! Hij staat stil. Hoe lang hebben we nog? Ja, 5 minuten. Shit. Oké, okay, wacht. Shit. Fuck! Tranquilo, het komt goed. We gaan hem pakken. Hij kan niet meer weg, toch? We hebben nog 3 minuten. Ja, hij moet er misschien nog wel uit. Nee, hij moet er niet meer uit. Kunnen we niet, kan ik niet? Hebben we geen spijkermat bij ons? Ja, of een pistool. Dit is gewoon uitrijden. Erg dit, hè? Gewoon uitrijden, ja. Oké, okay, de laatste minuut. We moeten niet stilstaan. Nee, en ze kunnen toch niet inhalen. En dat doen ze ook niet. Shit. Fuck. Ik krijg weer jarenlang van een TikToker te horen. En doe ik bewonder van jullie. Is dit het? 8. Nee. 6. 5. 4. Oh, oké, okay, ga hier maar rechts. Woe! I made it. Gewonnen. Ik heb gewonnen. Lekker, man. Van Stuk TV. Oh, wat erg, hè? Het staat waar dichtbij. Hij heeft gewoon een hardcore editie gewonnen. Hij is weg, man. Hij is gevlucht. Kijk, hier zit hij in. Kijk nou. Kijk, komen ze. Waar zit hij dan? Oh, wat ziek, hè? Kijk hoe blij die is, ja, ook. Hoppakee! Gefeliciteerd, vriend. Dankjewel. Good game. Oh, wat, dit was niet normaal. Nee. Jij hebt mij 2 keer kunnen zien. Wat ja, bizar. Ja, maar ik ben maar aan het focussen op de weg ook. Dus... Ja, maar we reden dezelfde snelweg, dezelfde richting. Er kwam net een auto tussen en toen gingen jullie er vanaf. Oh. Echt waar? Oh. Op een seconde. Gewonnen. Ja, gefeliciteerd, amigo. Pieter weet deze hardcore editie op het nippertje te winnen. Dit was sowieso pure adrenaline. Maar is het ook het bewijs dat TikTokkers de nieuwe eindbazen zijn? Laat het weten in de comments. En kijk vooral deze video helemaal af, want Team Stuk heeft nog een speciaal bericht. Jongens, let goed op, we hebben een hele belangrijke mededeling. Ja, jullie kunnen nu al de volgende aflevering kijken in onze Stuk TV app. En als je daar dan toch bent, check dan gelijk onze vette winactie. Ja, want je maakt kans op een Erp jachtseizoenpakket. Ja, of een Google Pixel 8 Pro. Hoe vet is dat? Heel veel succes, we zien jullie daar. Fucking vet.